In video 101 hebben we gezien hoe we met ng-spikes een tijdsdomeinanalyse kunnen realiseren. En we hebben daarbij gebruik gemaakt van de interactieve mode, waarbij we telkens een commando intikten om een bepaald doel te bereiken. In de praktijk is het handig om alle commando's in één batchfile te verzamelen. Het voordeel daarvan is dat u die heel gemakkelijk kan uitvoeren achteraf. En u kan ook gebruik maken van copy-paste voor het aanmaken van latere nieuwe files. Nu, voor deze demo hebben we een file aangemaakt. En u kan hem terugvinden op de website www.colens.net onder FLOS, extraatjes voor studenten. Dan ziet u daar op de tweede plaats uitgebreide voorbeeldfile voor ng-spice voor tijdsdomeinanalyse. Dus klik daarop en dan kan u deze file saven. Dit is al gebeurd. Op deze manier beschikken we dus over de file die we nu gaan bespreken. Ik ga de file stap per stap doorlopen. Er staat heel veel in, maar eigenlijk is het grootste deel gewoon commentaar. Dus zoals u ziet, starten we met een titellijn, voorbeeld 1 voor gebruik van spice. Wat we de vorige keer misschien ook al gezegd hadden, is dat commentaarregels in een spice-file voorafgegaan worden door een asterisk. De eerste lijn van een spice-file moet een titel zijn, dat hadden we ook al vermeld. En dan gaan we onze sinusoïdale spanningsbron van de vorige keer terug opnemen, amplitude 5 volt, frequentie 50 hertz. Dit is u al bekend. Onze netlijst ziet u hier dan verder staan. R1 zit tussen 2 en 0 is 1K. Dus eigenlijk niks nieuws ten opzichte van de vorige keer. Vanaf hier echter verandert de zaak. Hier nemen we een controlesectie op, startend met punt control. Het eerste wat we gaan doen is het filetype voor de zogenaamde RAW ng-spice files verzetten van binair naar ASCII-formaat. Dat doet u met set filetype is gelijk aan ASCII. Nu, het is heel handig als je ook een aantal Unix-commando's kan gebruiken. En daarvoor gebruiken we dus option unix-com. We gaan verderop gebruik maken van zogenaamde print en plot statements. En we hebben graag dat daar geen onderbrekingen in voorkomen. Dat kan u realiseren met set no break. De breedte van die pagina's kunt u instellen met option no page width is 132. Default staat dat namelijk op 80. Oké, we gaan nu onze listing, die we normaal met het commando listing opvragen, in onze outputfile schrijven. We doen dat gewoon met het commando listing physical. Deze parameter physical zorgt ervoor dat ook de commentaarregels en regelnummers weergegeven worden. Dat laatste is zeer nuttig bij het debuggen van foutieve input. Dus merk op dat we hier gebruik maken van het Linux-Unix mechanisme input-output redirectie. We gaan de output dus niet naar het standaard device sturen, dat is het scherm, maar naar een file, namelijk naar de file vb1 ngspice.out. En dat doet u met het grotere dan-teken. Dus dat is een heel krachtig mechanisme in Unix-Linux. Dus u kan de output die default naar het scherm gericht is, ook naar een file sturen en dat doet u dan met grotere dan en de naam van de file. We wensen onze transient-analyse uit te voeren met een printstap van een halve milliseconde over 40 milliseconden. Ook hier weer niets nieuws onder de zon. Let ook op dat we gebruik maken van de Amerikaanse decimale punt en niet van de Europese komma. Dat is een beetje wennen, maar oké, er valt wel mee te leven. Nu gaan we met behulp van een printopdracht tekst naar onze outputfile sturen. Dus we doen dat met het echo-commando uit de Unix-omgeving. Gewoon de tekst die u wenst in uw file te schrijven. In dit geval alfanumerieke output afkomstig van een printopdracht. Dubbele punt. En dan ziet u dus twee groter dan-tekens. Dat wil zeggen
dat de output geappend moet worden aan VB1 en HSPICE.out. Als ik maar één groter dan teken zou gebruiken, dan zou de vorige versie die we hier aangemaakt hebben, overschreven worden. Dus door er twee na elkaar te schrijven, kunnen we een append doen. Dus wat hier geschreven wordt, wordt vervolledigd met deze tekst. Vervolgens wens ik ook een extra blanco lijn en dat doe ik met echo single quote, single quote. Daardoor ontstaat een blanco lijn en die ga ik ook dus appenden met de twee groter dan tekens aan mijn file. Wat ik dan uiteindelijk wil in mijn tekstfile schrijven, is het resultaat van de printopdracht V1, IV-in en V2. Ook hier weer dubbele redirectie. Daarna wens ik terug een blanco lijntje, echo, single quote, en dat wordt dus ook geappend aan VB1 en HSPICE.out. Ik ga dan ook mijn meetcommando hernemen van de vorige keer. Dus we gaan de peak-to-peak waarde in de variabele VRPTP schrijven. We maken gebruik enkel van de output tussen 10 milliseconden en 40 milliseconden. Dit om het overgangsverschijnsel te vermijden. Ook hier weer gaan we een beetje tekst in onze file brengen. Dat doen we met het echo-commando, resultaat van de measure-opdracht. Dit wordt het eerste lijntje, dubbele redirectie. En dan volgt de eigenlijke printopdracht van de parameter VRPTP en die komt dus ook terecht in VB1 en HSPICE.out. Vervolgens hebben we iets toegevoegd waarmee u wat men noemt pseudografische output kunt realiseren. Dit is een beetje ouderwets en dit komt eigenlijk uit de eerste SPICE-versies. Men heeft het ook hier geïmplementeerd. Voor één keer hebben we dat dus gedaan. Misschien gaat u dat in de praktijk niet zo vaak gebruiken. Wat u dan doet is opnieuw hetzelfde, namelijk eerst een blanco lijn maken, echo single quote, dubbele redirectie VB1 en HSPICE.out. Vervolgens een titel, ASCII plot afkomstig van ASCII plot opdracht, dubbele redirectie VB1 en HSPICE.out. Terug een blanco lijn en dan maakt u een ASCII plot van V1, IV-in en V2 en schrijft u die naar de output file. Zoals we de vorige keer ook al gezegd hebben, soms willen we een sober formaat voor onze output data. Dus gewoon een kolom met de tijd erin, de spanning V1, de spanning V2 en de stroom I van V1. Dat gebeurt in de volgende commando's. Set WR underscore factnames. Set WR underscore single scale. Dit doet men omdat anders de kolom met de tijdwaarden voor iedere variabele herhaald wordt. Dus om maar één kolom te hebben met daarin de waarde van de tijd, geeft u het commando set WR underscore single scale. Terug een blanco lijn en dan een titeltje, datatabel afkomstig van de WR data opdracht, die we ook in onze file VB1 en HSPICE.out schrijven. Nogmaals een blanco lijn. En dan gaan we dus append-write toepassen. Dus dat is noodzakelijk omdat we willen dat dus de data van WR-data geappend wordt aan VB1 en HSPICE.out. Dus de data zelf is afkomstig van V1, IV-in en V2. Nu, het is een goede gewoonte van dat telkens weer uit te zetten, omdat u anders ongewenste appending-effecten zou kunnen krijgen in uw RAW-file. Dus als u meerdere keren na elkaar het commando source VB1 en HSPICE.sirin heeft, zouden alle resultaten in één en dezelfde file terechtkomen. Vandaar dat ik dus onmiddellijk na het commando een set append-write doe. Nu, het native formaat van NHSPICE zelf is een RAW-format, dus het is de extensie.raw. En dat kan je achteraf ook terug inlezen, ofwel in een interactieve sessie van NHSPICE, ofwel in NHNutmeg. Wat is NHNutmeg? Dat is gewoon NHSPICE, maar zonder het simulatiedeel. Dus we schrijven ook de file VB1 en HSPICE.raw. Dan kunt u al dan niet besluiten om een quit-commando op te nemen. Dat is eigenlijk alleen nodig indien men NHSPICE opstart op deze manier: NHSPICE spatie VB1 en NHSPICE.imp. Op die manier
wordt automatisch een quiz gegeven en eindigt u niet in de interactieve modus. Soms ja, is dat handig. In het andere geval zit u in de interactieve modus en kan u eventueel verder werken of zelf een quitcommando geven. Dus vergeet niet van de control section af te sluiten met .endc. En dan volgt nog het laatste lijntje dat verplicht is voor een spice file, .end. Oké, we gaan eens kijken wat dat heeft als we deze file gaan aanbieden aan ng-spice. Dus dat is als volgt, ng-spice, en dan source vb1 ng-spice.cir. Dus merk op dat u met de tabtoets automatisch uw filenames kan vervolledigen. Dus als ik bijvoorbeeld vb1 tab doe, dan ziet u dat ik kan kiezen uit verschillende files die met vb1 beginnen. Ik zet er ng bij. Ik doe nogmaals tab, tab. En dan zie ik een aantal keuzes staan. Het is een file die eindigt op .cir, dus ik geef in .c en nogmaals tab. En daar gaat hij. Dus u ziet alleen het resultaat van het zoekcommando, maar er is wel degelijk nog wat anders gebeurd. Dus we gaan eens quit ingeven. En ik geef het resultaat weer dat ontstaan is met de pager less. Kijk daarvoor ook eens in uw Linux Survival Guide die u gekregen heeft in de eerste les. Met less, dat is een pager, kan u gemakkelijk door een file gaan. Dit heeft de voorkeur op het gebruik van een editor, omdat u met een editor per ongeluk uw outputfile zou kunnen beschadigen, er eventueel lijntjes of karakters in plaatsen die er niet in thuis horen. Gebruik altijd een pager als u in een outputfile gaat kijken. Dus u ziet inderdaad dat we de listing krijgen, mooi voorafgegaan door regelnummers. Vervolgens ziet u de alfanumerieke output die afkomstig is van de printopdracht. U krijgt een index die misschien niet zo nuttig is, maar goed. Onze tijdskolom, onze V1, IVN en V2. Dus ik duw op spacebar in les om vooruit te gaan. Dan ziet u ook die ASCII-plot waar ik het over had. Dat is de pseudografische output. En op deze resolutie van mijn scherm die ik verhoogd had, is dat niet zo netjes. Op een lagere resolutie kan u daar wel degelijk die sinus in terugzien. Nogmaals, minder nuttig. Uiteraard wel nuttig is de datatabel, afkomstig van WR-data. Dus u ziet hier time V1, IVN in mooie kolommen. En dat is het. Ik toon ook nog eens een tweede manier om die batchfile op te starten. Dat is met VB1 ng-spice op deze manier. En u ziet dat u dan eindigt in de interactieve modus. Als u dat niet graag geeft, dan kan u uw batchfile aanpassen. Dus achteraan had ik daar geschreven dat we die quit eventueel konden gebruiken. Dus ik haal hem uit commentaar. Ik herhaal mijn commando ng-spice. En inderdaad, nu gaat u onmiddellijk terug de commando prompt zien. Uiteraard is de file met ls-out terug te vinden die aangemaakt werd. Het gaat namelijk over deze file vb1ng-spice.out. Nog iets? Ja, we kunnen even met ng-spice gewoon naar onze resultaten gaan kijken, want er is ook een vb1ng-spice.raw aangemaakt. Hoe gaan we te werk om de raw file zichtbaar te maken? Dat doet u met load. VB1, ik gebruik terug mijn tabtoets en ngspice.raw. En nu ziet u terug de vectoren staan, zoals u ze in video 101 ook zag. Dus als u bijvoorbeeld het uitgangssignaal wenst te bekijken, plot V2, dan ziet u terug dat venstertje met daarin uw plot. Geeft u echter liever de GNU-plot,
versie, die uiteraard netjer is, GNUplot. Dan kan u een file aanmaken. Ik ga die bijvoorbeeld test 2 noemen. Test 2 en ik maak terug V2 zichtbaar. En dan ziet u de GNUplot file. Zoals u weet kan u dus rechtstreeks GNUplot commando's ingeven. En nog iets interessants is dat ook een GNUplot batchfile aangemaakt wordt. Zoals u gaat kijken naar test 2, dan ziet u dat er een test2.plt aangemaakt is. Dit is een GNUplot batchfile. Dus die kan u ofwel hergebruiken, maar die kan die ook aanpassen voor uzelf. Dus je ziet hier de karakteristieke GNUplot syntax. Kijk ook misschien eens naar de GNUplot tutorial die ook op de website staat. Kijk onderaan het filmpje in de uitleg, daar zal ik die link nog eens vermelden. Dus je kan deze gebruiken. En hoe gebruikt je die? Heel simpel. GNUplot. En nu gebruiken we input-output redirection op een andere manier. We gaan de commando's die in die GNUplot-file zitten naar GNUplot sturen. Normaal gezien, als je GNUplot opstart, wordt input verwacht van het standaard device, en dat is het toetsenbord. Maar met die I/O redirection kunt u ook commando's uit een file naar GNUplot sturen. Het is wel belangrijk dat u erachter zet -persist, omdat anders het programma uitgevoerd wordt, er flitst iets op het scherm en u ziet uiteindelijk niets meer dan die flits. Als u dit echter doet, dan kan u achteraf uw GNUplot-file opnieuw uitvoeren. Zeer handig. Oké, we gaan het daarbij laten voor dit tweede gebruik van NGSpice.